Hallo allemaal, welkom bij The Sims. Jullie verwachten eigenlijk een feestje waarschijnlijk, omdat ik dat vorige keer heb gezegd. Maar ik had toen niet erop gerekend dat er een uitbreiding zou... Nou, niet een uitbreiding, dat er een speciaal event zou zijn bij The Sims. En dat is er wel. Er is een planten Sims event. Er zijn nu groene Sims die in de Sims-wereld rondlopen en die kunnen jou speciale zaden geven. Als je alle zaden hebt, dan kan je ook in zo'n plantensim veranderen voor 5 simdagen. Nou ja, ik ga dus proberen om die zaden te verzamelen. Ik ga een zoektocht doen naar die zaden. Ik weet niet hoe moeilijk het is en of het lastig is om ze te krijgen. Ik weet wel dat je de sims, of de plantensims, ik ga ze nu vanaf nu gewoon even sims noemen, dat je die in een speciale bui moet krijgen. En als ze niet in die bui zijn, dan kan je niet zo'n zaadje van ze krijgen. Dat moet je aan ze vragen. Dus wij gaan in deze aflevering op zoektocht en we gaan kijken hoeveel we er kunnen krijgen in deze aflevering. Wij gaan gewoon kijken hoeveel zaden gaan we krijgen en hoe moeilijk is het om die zaden te krijgen. Nou, ik ga nu eerst even alle dingen doen die met deze sim van belangrijk is. Ik moet even gaan slapen, ik moet gaan eten, ik moet al zo'n dingetjes doen. En dan skippen we even naar morgen toe, want dan gaat de zoektocht echt beginnen. Nou, wij gaan natuurlijk naar het park, want in het park zijn veel mensen, dus dat lijkt mij een goede plek om plantensims te vinden. En ik was er net in de slaapkamer en toen ging ik mij verkleden, tenminste de gamerpapa sim ging zich verkleden. En toen zag ik dat hij eigenlijk al best wel een buikje aan het krijgen is. Want als je namelijk te veel vette dingen eet, zoals de pizza's die ik in het begin alleen maar had, en je zit alleen maar en je sport nooit, dan word je dus dik. Dus ik moet binnenkort gewoon op dieet gaan. Ik moet gewoon gaan trainen. Maar dat is nu niet belangrijk, maar dan weten jullie het alvast. Ik moet gaan sporten. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want anders word ik wel heel erg dik. En gelukkig is Summer Holiday, een vriendin van Gamerpapa, die is helemaal into het sporten. Dus dat is niet zo een probleem. Nou, laten wij eens in dit park rond gaan lopen en een beetje gaan kijken of we hier zo'n plantensim tegenkomen. En misschien is er maar eentje in het hele dorp, of misschien zijn het er wel heel veel. Ik heb eigenlijk niet zo'n... geen idee. Oh kijk, daar is er één. Dus daar gaan we mee praten. Met die plantensim gaan wij een babbeltje houden. Kijken of dat lukt of dat het meteen fout gaat. Maar het is dus wel zo. Ze zijn er dus. Dus dat is wel heel erg prettig. En ik realiseer me net dat ik vergeten ben om bij deze aflevering om de autonomie van de Sims uit te zetten. Dus hij... oh, je kan het zelfs al een beetje zien. Als je nu kijkt, dan zie je een beetje dat hij een buikje begint te krijgen. Zie je dat? Lukt het? Kijk, hij begint te praten met haar. En hij wil... Nou, zij is ongemakkelijk. En een van de emoties die ze moet hebben is ongemakkelijk. Dus zij is al ongemakkelijk. Dus als ik er nu een vraag, misschien krijg ik dan al een ongemakkelijke zaadje. Dat hoop ik wel, want die vond ik... Ja, kijk. Heeft een ongemakkelijke toverboon gekregen van Erika. En er zijn er nog twee. Er zijn er hier wel heel veel. Nou, kijken of ik er hier meteen nog twee uit kan krijgen. Ik zet hem elke keer even op pauze, want anders lopen ze helemaal... anders lopen ze snel weg. Flirterig is trouwens ook een emotie die ze hebben. 4. 4 plantensims. Wauw. Dit zijn er wel heel veel. Even kijken. Om een boon vragen. Zij geeft mij een boon en dan moet ik haar ook nog om een boon vragen. Kijk, als ze zo'n speciale gloed om zich heen hebben, dan hebben ze dus een speciale emotie. Dus dit scheelt al. Maar ik heb er nu eentje gemist. Wat gaat er gebeuren? Gaat zij hem geven? Ja, zij geeft er een. Of niet? Nee, dat was een andere waarschuwing. Even kijken. Zelfverzekerd heb ik gekregen. Top. En geeft zij me ook een. Dit gaat eigenlijk veel sneller dan... Ja hoor, zij heeft er ook een. Een speelse toverboon. Wauw. Dat zijn er heel erg veel. En dat is... Nou ja, ik ben naar het park gegaan. Ik heb even rondgelopen. En ik heb ze meteen gekregen. Ik ga nog eventjes in het park rondzoeken. Want misschien zijn er hier wel nog meer van die plantensims te krijgen. En dat zou het natuurlijk wel heel makkelijk maken. En... Nou, het is eigenlijk, ik had niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn om de eerste paar toverbonen te gaan krijgen. En ik ga nog iets meer over die toverbonen vertellen. Je krijgt een soort boomstam, daar moet je ze in planten. En als je ze in die boomstam hebt geplant, dan komt er een soort portaal waar je in kan gaan. En dan verander je ook in een plantensim. En nou, dat is gewoon grappig. En dan loop je 5 simdagen rond als plantensim. Geef weer een extra dimensie. Ik ga eventjes wat kikkers vangen om de tijd door te komen. Ik moet ze natuurlijk wel tegenkomen, die plantensims. En daarvoor moet ik rondlopen. Even kijken, wat is hier nog meer? Volgens mij zag ik iemand uit het Sim-subhuis. Volgens mij zag ik daar Noah daarboven. Noah W. Even kijken, waar ben ik heen? Ja, ik zit daar boven bij de schaaktafel. Ik ben gaan zitten. Oh, ik ga weer weg. Kijk, daar is Noah W. En die ga ik opfleuren. Wat gaat er gebeuren? Even daarheen weer.
kijken of dit goed gaat. Kijken of het leuk wordt. Ik bedoel, ik moet natuurlijk mijn subs moet ik wel een beetje leren kennen. En laten wij dus maar een potje gaan schaken. Ik ga ervan uit dat hij dat leuk vindt, want hij zit al aan die schaaktafel. Dus waar zullen we het eens over gaan hebben? Ik hou van gamen en alles en zo natuurlijk. Dus wij gaan discussiëren over gamen. Kijken of dat goed gaat. Nou, ik zie wat plusjes, dus dat is positief. Maar hoe gaat het verder? Ik ben aan het schaken met hem. Hij babbelt erover. Nou, het is in ieder geval... Oh, nee, dat ziet er niet goed uit. Beschaamd. Ik weet niet wie wat heeft gezegd, maar... Ik heb denk ik iets verkeerd gezegd. Nou, ik ben in ieder geval weer flirterig. Hij, Noah, is beschaamd. Misschien wist hij niet hoe het spel werkte. Of misschien heb ik zoiets dom gezegd dat hij dacht van... Oh, ik schaam me zo erg dat jij zo dom bent en zo weinig over games weet. Ik probeer het nog een beetje goed te maken. Nou ja, kijk, wel twee plusjes. Dus hij vindt me wel vriendelijk en aardig. Dus dat scheelt. Maar ik weet het niet. Het is niet echt... Het loopt niet, het gesprek. Het gaat niet heel erg soepel. Maar ze lijken het naar hun zin te hebben. En nou, dat scheelt. Heb ik in ieder geval naast al die zaadjes... heb ik ook even met een sub kunnen babbelen in het spel. Waardoor ik weer wat beter bevriend ben. En als ik dan binnenkort naar het subhuis op bezoek ga... dan ken ik daar al wat meer mensen. En dan is het daar wat leuker en kan ik al wat meer dingen doen. Linksboven zie je daar trouwens ook het woordje plantsim-uitdaging staan. Met een 3 en een 6. Dat betekent dat ik al 3... van de 6 zaadjes hebt. Dus dat is best wel goed. Voor zover, voor een ochtendje. Oh, nou. Het schaken was niet zo leuk. Ik ben verveeld. En dat is ook weer een mooi moment om dan maar naar huis te gaan. Want in mijn straatje wonen natuurlijk ook heel veel mensen. En misschien lopen er daar ook wel wat subsims. Ik ben helemaal nog met mijn hoofd bij de subs bezig. Nee, misschien lopen daar ook nog wat plantensims. Hey, Erika Koster. Nou, daar heb ik al eentje van. Maar die... is dus in een plantensim veranderd. Dus de mensen die in de stad wonen, die veranderen in de plantensim. Eigenlijk zou ik dan gewoon naar de subsimhuizen moeten gaan. Want daar zijn 16 mensen bij, die twee bij elkaar. Maar ja, dat doen we niet. We gaan nu gewoon lekker even naar mijn huis. Want daar kunnen wij nog gewoon even wat andere dingetjes doen ook. En in de buurt is er hopelijk ook wat te doen. Even kijken, ik ga met Jasmine Holiday bellen. Want zij heeft namelijk voor mij die boomstam. Tenminste, zij geeft mij uitleg erover en ik had gelezen bij de uitleg van dit ding dat als ik met haar bel, dat ik het dan krijg. En oh, kijk nou, daar is ze. Ze verschijnt gewoon uit het niets. Dat heb ik nog niet helemaal door, maar dat gaan we nu. Gaan we even naar haar toe en dan gaan we met haar babbelen. Want zij kan mij dan uitleggen hoe het spel werkt en wat alle dingen zijn. En zij gaat mij ook zo meteen zeggen dat ik die boomstronk in mijn inventaris heb. En die gaan we dan plaatsen en dan gaan we ook meteen de zaadjes planten. Kijk, hier is zij. Zij is heel blij. En hier staat, kijk in de buurt rond of je plantsims ziet. Zodra je ze hebt gevonden, vraag je ze om een toverboom. Dat wisten we. Zodra je een boom hebt gevonden, plaats je hem in een magische plantensimstronk. Nou, die is er een. Er is er een in je inventaris. Zie je, dat staat er. En zodra ik er 6 heb, gebeurt er weer wat. Maar ik heb er nog geen 6. Ik heb er maar 3. Oh, daar is weer een plantsim daar links. Heb ik dat op tijd door? Want ik spreek dit namelijk erna in. En volgens mij gaat dit wel... Oh, ja, kijk, 3 bonen. En daar staat hij. En dan kan ik een... daar is een... Pak hem snel. Ik moet hem wel... Heb ik het door? Ja, kijk, ik zie hem echt wel nu. Of ga ik gewoon nog meer planten? Laat ik die plantsim gewoon gaan? Ik laat hem gewoon gaan. Oh, daar is hij weer. Toverboon plaatsen. Nou, ik ben zo met mijn hoofd bij die toverbonen... dat ik al die plantensims op de achtergrond gewoon voorbij laat schieten. Nou ja, het is niet zo erg, want zoals je ziet... ik had er al 3 in een hele korte tijd en ik moet er nu nog 3. Kijk, daar is er nog een en haar zie ik wel. En hup, snel op pauze, want anders lopen ze weg. En dan gaan we naar haar toe en dan gaan we met haar een babbeltje houden. En dan kijken we wat voor bui we haar kunnen maken. Ik heb nog boos nodig. En ik heb nog flirterig heb ik nodig volgens mij. En nou, we gaan kijken wat wij met haar kunnen doen. En laten wij gaan wandelen. Als ik hem daar op stil hou, zie je trouwens, heb je rood, paars, donkerblauw, oranje, roze en blauw. Dat is flirterig, boos en droevig. Die 3, die heb ik nu nog nodig. Dus dat is waar wij voor gaan. Nou ja, boos, dat lukt me denk ik wel. Flirt en dat vind ik wel een goeie om te doen. Dan moet ik ze gewoon eigenlijk heel erg uitschelden en zo. Dat is niet onwijs aardig. En ik zal me er ook vast wel naar bij flirten. Oh, deze is speels. Kijk, deze is al speels. Dus dan... volgens mij krijg je dan een dubbele. Volgens mij als je eentje hebt van iemand die al een bepaalde bui heeft... dan krijg je gewoon een
dubbele toverboom. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu toch even kijken of ik iets gemeens kan doen. Ik wil niet heel erg gemeen doen. Maar ja, dit is toch een probeersel. Alhoewel hij me wel heel erg aardig vindt. Hè. Deze man was gisteren ook al bij mij op bezoek. Want ik had jullie al verteld. Hè. Ik ga het een beetje ook spelen zonder jullie. Zodat zijn skills, de skills van Gamer Papa, even omhoog gaan. Zodat ik, als ik het met hem speel, het voor jullie wat interessanter is om te zien. Nou, dit... Het afscheid niet. Ik wil even om die boon vragen. Kom op, kom eens terug. Geef mij eens een boon. Boon, niet boom. Ja hoor, hier heb je een boon. En wat voor een speelse toverboon. Maar ja, die had ik volgens mij al, die paarse. Dus dat, kijk, ik zie het van hier al. Ik kan hem dus ook niet meer planten. Oh, nee, zie je? Die is grijs. Die heb ik al. Is een beetje jammer. Maakt niet uit. Ik kan hem wel voor 10 simoleons verkopen. En dat scheelt. En dat is natuurlijk ook wel heel erg prettig. Nou, wat gaan wij nu doen? Volgens mij zie ik daar nog één. Er zijn gewoon zoveel van die plantensims. En dat is eigenlijk wel leuk, maar misschien is het ook een beetje te makkelijk. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie ook het idee dat het nu te makkelijk is om ze zo te vinden? Want ik hoef er eigenlijk niks voor te doen. Ik ben hier gewoon en ze komen gewoon naar mij toe. Of is het zoiets dat de Sims-makers gewoon iets hebben gedacht van... weet je wat, wij willen gewoon dat iedereen deze toverbonen kan krijgen. Dus we maken het gewoon heel erg makkelijk. En dat maakt het spel wat leuker. Wat is jullie mening? Wat denken jullie? Ik zou zeggen, zeg het in de comments. En laat mij even weten wat jullie idee is. Ik hoef niet eens met ze te praten. Ik kan gewoon zeggen van, boem, ik wil een toverboon. En kijk, een zelfverzekerde toverboon heb ik gekregen. Ja, die heb ik ook al, volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Ik ga haar gewoon boos maken. En als ik haar boos heb gemaakt, dan geeft ze mij misschien een andere. Kijk, kwaadaardig. Ja, het is wel. Ergens voel ik me wel heel erg schuldig, want ik ben helemaal niet zo gemeen. Maar ja, ik wil die toverbonen hebben. Dus kijken wat hieruit voortkomt. Oh, wauw, nog een plantensim. Dit. Nou, en die heeft weer een ander kleurtje. Het gaat wel heel erg goed. Op deze manier. Nou, ze is in ieder geval niet zo blij met me. Hup, en nog één. Nog een keuze, nog een keer gemeen zijn. Dit gemeen zijn, dat ligt mij niet echt. En daarom heb ik dus die twee andere karakters gemaakt. Hè. Ik heb de Joker en Harley Quinn gemaakt. Harley Quinn ga ik trouwens wel nog een keer opnieuw maken, hoor. Want ik vind haar zoals ze nu zit, kreeg ik al allemaal klachten van mijn oudste zoontje. Die zei van, ja, eigenlijk vond hij het geen Harley Quinn. En de kleding kan ook nog wat beter. Dus de Joker was heel goed gelukt. Alleen Harley Quinn, nee, dat was gewoon niet zoals ze bedoeld was. Dus die ga ik nog een beetje aanpassen. Ik denk wel met jullie erbij. Maar ik heb hun twee gemaakt om eigenlijk dit soort dingen te doen. Om die slechte grappen uit te halen en zo. Nou ja, dat is eigenlijk mijn bedoeling. Maar ja, nu... Oh, ze verdwijnt. Ze is weg. Waar is zij heen? Hey, dat is naar... Oh, kijk, daar is ze. Mag ik een boontje van jou? Alsjeblieft, geef mij een boon. En wat zegt zij van... probeer me eerst een bui te geven. Nou, dan ga ik je maar beledigen. Dat je me hier zomaar laat werken voor een boon. Dat vind ik maar helemaal niks. Nog een keer gemeen. Nog een keer een belediging. Je moeder ziet eruit als een lama. Even kijken. Is dat genoeg? Nee, nog meer. Nog een belediging. Nou, hier, kijk. Suggereer dat je moeder een lama is. Je moeder ziet er niet uit. Ze lijkt op een lama. Ze spuugt altijd op de grond. Nou, ze is boos. Het is gelukt. Het spijt me echt heel erg, mevrouw. Maar ja, ik heb eigenlijk gewoon... Ik heb zo'n boon nodig. Dus mag ik alsjeblieft zo'n boon van jou? Nou, kijk. Ik heb een boon gekregen. Een boze boon. Nou, zij is ook weer meteen tevreden. Ze is weer... Haar glansje is weer goed. Dus ik heb het gedaan. Ik voel me schuldig. Hoe voelen jullie? Vinden jullie het wel leuk om boze karakters en gemene dingen uit te halen? Of zeggen jullie van, nou, dat vind ik ook maar niks? Dat kan. Ik heb er een speciaal poppetje voor moeten maken, omdat ik het niet leuk vind als mijn poppetje dat soort dingen doet. Maar ik heb in ieder geval, kijk, we hebben er nog een boon bij. En ik ga nu even een klein beetje skippen naar iets naar verder, want anders wordt deze video natuurlijk wel heel erg lang. Maar nog maar twee, hè. Nog maar twee. Een flirterige hebben we nog nodig. En even kijken welke nog meer. Oh, dat ging even net iets te snel. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval nog maar heel weinig bonen nodig. Oh, kijk. Zij. Ik moet haar hebben. De droevige was namelijk degene die we ook nog nodig hadden. Flirterig en droevig. En ik heb een droevige gekregen. Ik heb er dus nog maar één nodig. Dat is wel heel erg makkelijk gegaan. We hebben gewoon in dit hele korte potje hebben wij gewoon al 5
bonen gekregen. Dus nu moet ik een flirterige gaan krijgen. Nou ja, dat wordt natuurlijk een beetje moeilijk. Want nu moet ik dus met een sim gaan praten en moet ik haar flirterig gaan krijgen. Dus dan moet ik haar een beetje proberen te versieren. Maar ik val niet zo erg op planten. Ik bedoel, wanneer hebben jullie voor het laatst naar een varen gekeken die in de bossen groeide en dachten van, nou, varen, heb jij zin om met mij op date te gaan? Ik meestal niet. Maar ja, dat is toch wat we nu moeten gaan doen, want wij hebben een flirterige hebben we nodig. En over flirterig gesproken, Summer Holiday komt weer op bezoek. En volgens mij vindt zij mij wel heel erg leuk. Nou, dat is voor een andere keer. Ik heb nu 5 van deze bonen gevonden en dat vind ik wel mooi eigenlijk. Dus ik ga zeggen bedankt voor het kijken en nou, tot de volgende zoektocht voor de allerlaatste boon.